Een hele goede morgen, kijkers. Wat leuk dat je er allemaal weer bent. Vandaag ga ik de nieuwe zoetstof testen. Testen hoe krachtig deze zoetstof eigenlijk is. En daarvoor heb ik, nou sowieso, 2 glaasjes. Om te vergelijken de ouderwetse suiker. En, jawel, dit is citroensap. Poolse citroensap, puur sap in een flesje. Je zou het nog zuurder kunnen doen, maar dat is wat minder lekkerder. Ik ga maar inschenken. Ik ben niet zo'n azijn-fan. Nou, ongeveer dezelfde hoeveelheid. Zo. En zo, nou, ik ga het even zonder proeven. Het is zuur, maar het is, nou, prettig zuur. Het is niet zo zuur dat ik had gedacht, in feite. Ik heb het zuurder verwacht en zuurder gedronken. Nou, ik ga het eventjes zoet maken. Ik gok 1 schep suiker, dat genoeg is. Zoals ik al zeg, de zuurtegraad valt mee. Nou, 1 schep suiker. En dan stop ik wanneer ik denk van, dat is zoet genoeg. Nou. Even proeven. Het begint zoeter te worden. Maar hij mag nog wat hebben. Nou, dan gaat hij weer. Dit wordt waarschijnlijk een hele saaie aflevering. Maar het is misschien wel leuk om te weten. Eén schep, ik denk dat dat nog voldoende is. Met andere woorden, er gaan 4 scheppen suiker in. Ik moet u wel zeggen, hij is nog niet helemaal opgelost. Dus ik ga nog even doorroeren. En dat zal overigens wel weer het voordeel zijn van de kunststof, of de gemaakte zoetstof, sorry. Die lost veel beter op. Dat weet ik nu al. Nou, nog maar 1. Een kleintje, dan zou die nou aardig zoet zijn dan. Dus zeg maar 3,5 schep. Dan is het wel zoet genoeg, denk ik. Inderdaad. Het is ongeveer de zoetkracht als een limonade. Nou, dan gaan we dus hetzelfde doen met de nieuwe zoetstof. Want u zeggen ook, ja, 1 schep suiker is 1 schep zoetstof. Nou, dan gaan we eens even uitproberen. Is dat zo? Nou, dat is nummer 1. U ziet gelijk wat er gebeurt. Het gaat schuimen. Wat interessant, wat interessant. Nou, ik ga het weer verder. Het lijkt er wel bovenop te blijven liggen. Nou, proeven. Nou, ik kan nog wel wat hebben, maar ik heb het gevoel dat het alweer bijna, dat het er alweer bijna zijn. Ja, echt waar.
Dus dan zijn we alweer 5 minuten bezig. Wat spijt mij dat. Ik zou het eigenlijk nog een beetje bij moeten vullen. Goed, ik ga proeven. Ja, ik moet ietsje hebben nog. En ik zou hem toch even ietsje bijvullen, anders is het niet eerlijk. Zo. Nou, daar gaat hij. Dan zou dit voldoende moeten zijn. Lekker gezond. Kan je goed van naar de wc. En oren vol vitamine C. Ook nog een keer. Ik zal het er even bij zetten. Leuk voor het plaatje. Nou, ik ben heel benieuwd. Inderdaad. Het klopt wel. Ik zal deze nog even proeven. Die is nog niet helemaal opgelost. Ja. Het is te doen. Het is lekker. Maar de limonade met de suiker, om het zo maar te noemen, is plezieriger, vind ik zelf. Maar ja. Mensen met een slanke lijn die willen toch een goed alternatief. En dat is dit toch wel. Het smaakt wel. En dezelfde zuiverkracht, de zoetkracht. Dat klopt inderdaad. En daar ging het mij om. Dit was Clyde & Jellis met een zoetstoftest. Ik dank u wel voor het kijken. En nog een hele fijne dag. Dag.